wat ik dus vreesde vanaf 7:30 op basis van een bericht wat ik kreeg via via, dat vermoedelijk er wel eens gezegd was, dat werd toen bevestigd. Mevrouw van der Plas. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een korte vraag aan de heer Rutte. En dat is, wil de heer Rutte koste wat kost minister-president blijven? Of is hij ook bereid om in de oppositie te gaan en straks als fractievoorzitter voor die 2 miljoen stemmers die hij achter zich heeft, om dan hier ook gewoon in de bankjes te gaan zitten? Waar kan de burger zeg maar op rekenen, hè, met de formatie, wat de heer Rutte gaat doen? Heer Rutte. Ik heb dat antwoord al gegeven. Het antwoord op die vraag is ja. De VVD wil graag verantwoordelijkheid nemen. Ze zijn bereid om dat inhoudelijk gesprek te voeren. Zeer bereid. Uiteraard nu eerst de door D66 te suggereren stap die gezet moet worden, waarbij denk ik onderdeel moet zijn het onderwerp wat ik net besprak hier, over macht en tegenmacht. Vervolgens komt dan aan de orde welke partijen gaan met elkaar formeren. Zou de VVD daarbij zitten? Dat hopen we van harte. Is dat niet zo en vormt zich een kabinet zonder de VVD, dan ben ik graag bereid, uiteraard, hier de oppositie te leiden. Ja, mevrouw van der Plas. Ja, dus even voor de duidelijkheid. De heer Rutte die kan dus eigenlijk de VVD-kiezers, die 2 miljoen waar we het over hadden, met zijn hand op zijn hart beloven dat als de VVD niet in een kabinet zit, dat de heer Rutte hier dan hier de komende 4 jaar als fractievoorzitter in de oppositie gaat zitten. Zolang mij dat qua gezondheid gegeven is en mijn partij dat leuk vindt, ja. Oké, nou, dit staat in ieder geval geregistreerd op camera, dus dat kunnen we niet meer. Dank u wel. Dank ja, u wel. Dank. Dank. Dan wachten we heel even. Even kijken. Nee. Dank u wel. Ja, voorzitter, BBB en ik, ja, de partij, dat ben ik, zal ik maar zeggen. ja, wij staan nog verbaasd natuurlijk, en dat is heel zacht uitgedrukt, van wat er de vorige week allemaal is gebeurd. Ja, wat me ook verbaast is dat er toch een aantal partijen zijn die de motie van wantrouwen vorige week hebben gesteund. En die nu aangeven dat ja, de deur niet dichtgehouden wordt. En dat wordt dan ook uitgelegd, de deur staat niet open, maar de deur is ook niet dicht. Nou, op het platteland heet dat gewoon open. Dus die deur staat open, dat vinden we wonderlijk. Over de heer Cenk Willink, daar hebben wij uiteraard heel erg groot respect voor. Toch vinden wij dat, ja, hij staat toch niet genoeg boven de partijen. Dat is de reden waarom wij de voordracht van de heer Cenk Willink niet zullen steunen. Er blijft toch een schijn van politieke belangenverstrengeling. BBB heeft voorgesteld om de generaal buitendienst Peter van Uhm aan te dragen als informateur, althans in deze fase van de formatie. Want het gaat hier om dat het vertrouwen hersteld moet worden tussen partijen. Daar is expliciet over gesproken. Wij denken dat de heer Van Uhm, hij hoeft geen kabinet te formeren, maar puur op dat punt, ja, echt wel een expert is en geen ander is die rust en reflectie kan terugbrengen tussen de partijen. En hij kan ook met een frisse blik kijken naar de ontstane situatie en naar de manier van hoe je uit die impasse komt. Hij heeft een enorme staat van dienst. Hij heeft grote ervaring in crisissituaties. Veel levenservaring. Hij is gezaghebbend. En wij denken toch dat, ja, iemand zoals hij wel een bijdrage kan leveren aan het herstellen van vertrouwen tussen de partijen. Sterker nog, de heer Van Uhm is specialist in strategisch advies met betrekking tot crisisbeheersing aan organisaties in nood. Nou, dat lijkt ons hier wel van toepassing. Een organisatie in nood en in een crisis. Ik zal er geen motie over indienen, want ik heb al gemerkt dat er weinig steun voor is. Toch wil ik het hier wel gezegd hebben. En toch vraag ik u toch nog goed over na te denken. Voor de rest hoop ik dat we heel erg snel inderdaad dat vertrouwen kunnen herstellen en snel verder kunnen. Want dat is ook waar de burgers op wachten, maar dan ook echt met een open vizier en een open blik. En wij steunen dan ook wel de motie Eerdmans in ieder geval
voor het openbaar maken van alle gespreksverslagen. Daar wil ik het graag bij houden. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. En het is echt de laatste keer dat u gewoon veel meer spreektijd neemt dan iedereen. En u bent een vrouwsfractie. Iedereen heeft zelf de spreektijden, maar het is ook niet de bedoeling dat, dat het andersom is, laat ik het zo zeggen. Mevrouw Simons.